Welkom weer bij het YouTube-kanaal van 24trains.tv. Leuk dat je kijkt. Dit keer gaan we naar de nieuwe tentoonstelling in het Spoorwegmuseum. We zien stoom in Italië, er is een trein van de week en nog heel veel meer. Blijf kijken. Op 26 mei opende het Spoorwegmuseum in Utrecht een nieuwe tentoonstelling met de naam Onder Hoogspanning. In het 24 Trains Report van vorige week noemen we het al even. En het verslag over die tentoonstelling is nu af. Straks vertel ik je er alles over, maar eerst nog wat we allemaal verder voor nieuws hebben bij 24trains.tv. Prachtige, authentieke beelden uit de Italiaanse Alpen toen stoomtractie daar nog heel normaal was. Je kunt namelijk nu weer een nieuwe aflevering zien in de serie Trainee in Super 8. De beelden zijn helemaal geupscaled voor 24 Trains en het resultaat mag er wezen. In 4 nieuwe afleveringen zie je stoomlocomotieven in actie op de Valsugana-spoorlijn, die daar tot ver in de jaren 70 reden. De lijn heeft een lengte van 96 kilometer en verbindt Bassano met Trento. In Bassano gaat de lijn verder naar Venetië. Aan de andere kant, bij Trento, is er een verbinding met de belangrijke Brennerspoorlijn die Oostenrijk met Italië verbindt. Het hoogste punt van de lijn ligt op ongeveer 500 meter bij de meren van Caldonazzo en Levico. Tot 1918 was het station van Primolano een grensstation omdat hier de grens tussen Oostenrijk-Hongarije en Italië lag. Zuid-Tirol werd na de Eerste Wereldoorlog Italiaans en het station van Primolano was geen grensstation meer. De andere spoorlijn waar stoomlocomotieven werden gefilmd is de Cadore-spoorlijn, ook in Noord-Italië. Die lijn die klimt door de Piave-vallei, door vele tunnels en over bruggen. De opnames zijn gemaakt in 1976 en 1977. En te zien zijn locomotieven van de serie 745, maar ook andere series reden hier toen nog in actieve dienst. Unieke filmmateriaal uit Italië. Dat wil je niet missen. We blijven nog even in Italië, dan gaan we wel eventjes helemaal naar het zuiden, naar Sicilië. In de Duitsstalige serie Auf Tour gaat het dit keer namelijk over de Ferrovia Circum Etna. Dat is een smalspoorlijntje dat, je kan het al raden, bij de Etna ligt. Die reis die gaat door een uitzonderlijk mooi gebied vlakbij de Etna-vulkaan die nog steeds actief is. Dan gaan we naar een ander land dat begint met een I, maar niet bekend staat als een treinenland. Juist ja, Ierland. De nieuwe aflevering in de serie Rail Fanning in Ireland geeft je een blik op de Ierse spoorwegen in 2022. Zowel goederen als reizigerstreinen zijn gefilmd, evenals een bezoek aan de Railway Conservation Society of Ireland in Whitehead. En daar werd een deel van de collectie in beeld gebracht. Als je wil genieten van mooie ritten, dan zit je in Oostenrijk goed. En al helemaal als je op de plek van de machinist zit. In een nieuwe serie kan je een paar mooie cabineritten bekijken die zijn opgenomen rond Villach, de hoofdstad van de Oostenrijkse provincie Carinthië. Deze ritten zijn opgenomen met de S-baantreinen vanuit Villach. In goede resolutie, dus je kan het allemaal goed zien. Dat is heerlijk genieten van prachtige ritten door het Oostenrijkse alpenlandschap van Carinthië. De rit die je nu kan zien gaat van Villach naar Sankt Veit an der Glan. En dan de nieuwe tentoonstelling Onder Hoogspanning die geopend werd op 26 mei 2023 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Onder Hoogspanning is een spannende, interactieve tentoonstelling over de mega-operatie in 1938 die de spoorwegen in Nederland in één klap tot de meest moderne van de wereld maakte. Grootse veranderingen bij de spoorwegen en als de treinen sneller gaan snellen, kopten de kranten van dat jaar. Op 15 mei 1938 was de elektrificatie van het middennet een feit en kwamen 90 elektrische treinen MAT 36 in dienst. Die MAT 36 werd vlak voor de opening overgebracht naar Van Blerik, waar het depot zich bevindt van het Spoorwegmuseum, naar Utrecht. Het gebeurde onder veel belangstelling van veel treinenspotters, want MAT 36 heeft lang uit het zicht gestaan vanwege de restauratie. De trein kan nog niet zelf rijden, maar is van binnen al wel helemaal afgewerkt en het is schitterend geworden. In het verslag wat we voor jullie hebben gemaakt kan je zien dat het Spoorwegmuseum flink haar best heeft gedaan om de tentoonstelling zo mooi en informatief mogelijk te maken. Ik raad je zeker aan om de tentoonstelling dan ook eens een keertje met je eigen ogen te gaan bekijken. Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw. Het spoorwegnet werd hersteld, maar er werd ook doorgegaan met die elektrificatie. In een mooie film uit 1952, alleen te zien bij 24trains.tv, zijn die werkzaamheden uitvoerig gefilmd. Originele beelden met een gedetailleerd uitleg waarom het Nederlandse spoorwegnet zoveel mogelijk geëlektrificeerd diende te worden en hoe dat gebeurde. Leuk en leerzaam om te zien en het sluit volledig aan bij het thema van de tentoonstelling Onder Hoogspanning van het Spoorwegmuseum. En had je die mooie serie over de diesellocomotieven van de VSM, de Veluwse Stoomtreinmaatschappij, al gezien? Eind vorig jaar kwamen we met een mooie exclusieve serie die we alleen hier hebben bij 24trains.tv.
De VSM die begint de grootste museumcollectie van diesellocomotieven in Nederland. Een groot deel van deze loks is nog steeds bedrijfsvaardig. In deze serie van 4 afleveringen nemen we je mee in de rijke geschiedenis van deze dieselloks. Krijg je een uitgebreide blik in de werkplaats en rijden we mee tijdens het rangeren en andere ritten. Ga snel kijken dus. Heb je genoeg bewegend beeld gezien? Dan ga je lekker een treinenmagazine lezen. Iedere maand hebben we weer nieuwe edities van diverse magazines. Beide versies van het Trackside Model Railroad Magazine bijvoorbeeld. Boordevol, modelspoor, tips, nieuws en besprekingen. En heb je zelf een evenement bezocht of een speciale trein gespot? Kan je een beetje goed filmen? Laat het ons weten. Je kan ons mailen op info@24trains.tv. En wie weet zie je jouw beelden wel hier terug bij 24trains.tv. Hoe leuk is dat wel niet? Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. De trein van de week is niet de mat 36, want die is al een keertje trein van de week geweest. Nee, het is mat 24, oftewel de blokkendoos. De bijnaam blokkendoos die kregen ze door hun vierkante uiterlijk en omdat alle rijtuigen als blokken te combineren zijn. Het waren de eerste serie elektrische stalen treinen van de NS. Het zijn ijzersterke en zware jongens. Een andere bijnaam van mat 24 is stofzuiger, door het zoemende geluid die sommige treinen uit de serie maakten. Mat 24 bestaat uit motorrijtuigen, stuurstandrijtuigen en tussenrijtuigen in alle drie de klassen. De blokkendoos kan je natuurlijk zien in het Spoorwegmuseum. En welke tram, trein of locomotief moet volgens jou de trein van de week worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Je ziet het, onze collectie blijft iedere week maar weer doorgroeien. 24trains.tv is met ruim 4000 treinenfilms en magazines inmiddels de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Je kijkt dus vanuit je luie stoel naar jouw favoriete treinenfilms, want er is voor elke liefhebber wel wat. En je wordt niet gestoord door reclame. Dus hoe fijn is dat, dat je ongestoord kan kijken en lezen. Voor onze abonnees hebben we ook extra kortingen geregeld waar je ook nog eens van kan profiteren. Dus waar wacht je nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je het al. Dus voor die prijs hoef je het niet te laten en maak je je treinenhobby helemaal compleet. En wat vind je van deze video? We zouden het natuurlijk leuk vinden als je er een like voor geeft. En abonneer je dan ook meteen op ons YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.